Ik zag de toekomst in voor de CO2. Urgenda zaken waren geweest, Urgenda. In Deest kweekt Erik Litjes sinds 2 jaar een bijzonder type boom, die ook wel de wonderboom genoemd wordt. De Annapallona-boom komt oorspronkelijk uit China en groeit als kool. Maar de boom is ook een ecologisch wonder. We staan hier in Deest aan de Vriezenweg op mijn veld Pallonia-bomen. Dit zijn vrij bijzondere bomen. Ze zijn weinig geplant in Nederland. Dus bomen zijn snel groeiend. Hè. U ziet het, ze zijn 4-5 meter hoog in het eerste jaar. En ze staan bekend omdat ze enorm veel CO2 opnemen. 700-800 kilo per boom. Ze nemen ook stikstof uit de grond, vrij veel, tot 5% toe. Dit hout is heel goed voor de bouw. Het is licht van gewicht. Het is moeilijk brandbaar. Het is pas brandbaar vanaf 450 graden. Het neemt veel CO2 op. De CO2 wordt bij de bouw komt niet vrij. Wordt in het hout opgeslagen en zodoende is het heel duurzaam. Ik zag de toekomst in voor de CO2. Urgenda zaken waren geweest. Urgenda was voor de rechtbank geweest. Dus het klimaat is gewoon heel belangrijk. De bomen die nu op het veld staan zijn een mix tussen eenjarige en tweejarige exemplaren, maar ze worden allemaal eenjarig genoemd. Nou, die grote noemen wij ook één jaar, want altijd het eerste jaar dan groeit zo'n boom alle kanten uit. Hij groeit niet recht. Hij gaat een beetje die kant uit, een beetje zo scheef, een beetje zo scheef. Dus als hem dan in het tweede jaar wordt hij teruggezaagd tot aan de grond, dan loopt er eentje opnieuw uit en die gaat wel kaarsrecht. Vandaar dan standaard terugzagen in het tweede jaar. Erik heeft al meerdere aanbiedingen binnengekregen van houtbouwers die met hem willen samenwerken. Er is namelijk een groot tekort aan hout. Als de bomen tussen de 5 en 8 jaar oud zijn, zijn ze klaar voor gebruik. Nieuw aanplanten hoeft hij dan niet. Ik ga niet rooien, ik ga omzagen. Dus na een jaar of tussen de 5 tot 8 jaar, de klant kan dan de bomen uitzoeken. Hij maakt een strik omheen en dan worden ze voor hem op bestelling omgezaagd. Diezelfde boom die omgezaagd wordt, die loopt eruit. En dat verhaal gaat weer na een jaar of... Maar goed, dan zijn ze eerder klaar vanwege een sterk wortelbestel. Dan zijn ze tussen 3 tot 5 jaar klaar. Erik heeft zo'n 15 hectare land waar hij de bomen op kan planten. In zijn schuur heeft hij nog veel meer stekjes liggen, want de Annapallona-boom levert ook wel wat op per kuub hout. De bomen worden tussen de 5 tot 10 jaar gaan ze een kuub hout bereiken. En als je de prijzen kijkt op de markt die momenteel gelden, het goedkoopste hout, pellethout, dat is eigenlijk tweede, derde, vierde soort, zeg maar. Dat brengt €260 de kuub op. Maar ga je naar Paulonia, als ze 1 kuub grootte hebben, dus dat ze 30, 40 centimeter dik zijn, tot 50 toe. Dat hout brengt tussen de €500 tot €1000 per kuub op. Naast de opbrengst van het hout kan er op nog een andere manier geld worden verdiend aan de bomen. Voor de boom kun je als kweker ook CO2-compensatie krijgen. Vooral voor grote bedrijven kan dit een uitkomst zijn. Voor de grotere bedrijven of de middenbedrijven is het zo, als ze een CO2-probleem hebben en ze produceren te veel CO2, dan kunnen deze bomen nemen dat op tot 55 ton per hectare. Dus als hun contract te maken met mij of met anderen, met mensen die Pallonia-bomen bestaan, dan kunnen hun die aanplant gebruiken om hun CO2 te verminderen. Tegelijkertijd is het voor de Pallonia-producent leuk om een zakcent te hebben om die start van de eerste 5 tot 10 jaar om dat ervoor te financieren. En dat is eigenlijk een circulaire gedachte wat ik daarachter heb. Dus het maakt niet uit, ben je groot, ben je klein of plant je nou 1 boom, plant je er 100.000. Iedereen gaat erop vooruit en het is heel goed voor het milieu.